Goedemiddag alweer. Het is een goedemiddag. Het is nu 1:55. En ik hoop dat jullie hebben genoten van de vorige vlogs van Den Bosch en van Amsterdam. Zomerstop aangebroken, dus alle theaters die zijn nu eventjes dicht. Maar ik blijf gewoon bezig, want ik ben op dit moment druk bezig met allerlei andere leuke dingen. Bijvoorbeeld ook hosten. En dat ga ik vandaag doen. Vandaag ben ik de host op Molukken Vibes. En ik heb het geluk dat de allereerste editie wordt gehouden in Rotterdam. Jack's Rotterdam, dat is een hele mooie tent. Kan je eten, kan je dansen, flirten, chansen, dansen. Alles kan je daar. Het is, ja, wat ik al zei, het is nu bijna 1:30. Ik heb er gewoon echt enorm veel zin in. Ja, ik heb echt enorm veel zin in. Een hele dikke vette line-up. En ik voel me echt vereerd om al deze artiesten, beginnende artiesten die al heel lang in de game zitten, om ze te mogen aankondigen. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ook natuurlijk ook om ze gewoon te spreken. Dus dat ga ik gewoon, zometeen ga ik dat doen. Om 2:00 moet ik aanwezig zijn, maar ik ga denk ik zometeen. Ja, Nonna? Dit is moeder, maar toen was ik nog niet geboren. Oké, dankjewel. Dus zijn we Joost even aan het tekenen. Met opa op de bank zijn ze even aan het chillen. Dus ik ga zo meteen ga ik die kant op. En dan zien we elkaar gewoon in de stad. Molukken Vibes, ik kom maar aan. Het is 2:15. En ik ben al aangekomen hier. Jack's Rotterdam. Hier gaat het vandaag helemaal los. Helemaal uitverkocht, motherfuckers. Dus het dak gaat er sowieso af. Ik hoop dat ze het dak hier, ja, het dak gaat hier niet zo snel kapot. Het ziet hier echt super vet uit. Het is heel intiem, heel relaxed. Er zijn mensen die zijn nu al bezig met de soundcheck. Cher die is nu ook heel druk bezig met de voorbereidingen. Veel geren en geregel, maar dat hoort er allemaal bij. Hier op de achtergrond zijn ze druk bezig met koken. Daar is Cher, die is nu ook heel erg druk bezig. Heel druk bezig. Maar Samangat, we gaan vandaag iets ook heel veel bekenden en heel veel onbekenden. Hier natuurlijk de bekende om Peter, met broer of broertje? Neef. Middelburg. Daddy? Middelburg, helemaal uit Middelburg. Ik heb een paard in de zaal. Oh ja. Heeft u ook een beetje zin in vandaag? Ja, wel. Ik ga nou een beetje vloggen, dus... Oké. Dat is voor mij Cheryl. Dit is Cheryl. Kijk Cheryl, ik heb je net al een klein stiekem gevuld. Heb je er een beetje zin in? Zo, er heel erg zin in. Dit is mijn derde vlog en we gaan gewoon Molukken Vibes. Ik ga deze hele dag filmen. We gaan ervoor. We gaan knallen. Dus dan ben ik hier gewoon aan het chillen. En dan komt in één keer... Bunurata is hier in de house. Vloggen. Hallo bos. Alles goed? Rafa. Zullen we zien? Bos, Nani, grappig stomme lukker. Orang Asen. Asen, ja. Orang Asen. Bagaimana? Te gek dat jullie er zijn. Samangat, man. Ja, Nanti en Dong. Ja, moet even toe vloggen, toch? Nou, ik ga eventjes met de boys even praten. Dus die camera gaat uit. Strak in pak. Het feest is begonnen. Ik ben hier even backstage. En ik zit hier gewoon met de remmen los met de Saddam. Saddam. Welkom in de vlog. Ik dacht al, het is daar gezellig, maar het was hier gezelliger. Het voelde zo, ik voelde die energie. Maar zometeen ga ik ze ook filmen, dus ik ga even naar binnen. Rennen we tot zometeen. Saddam. Deze Oesie, die drinkt dus de hele tijd deze. Zogenaamd. Is de stage manager van vandaag. Alles onder controle? Altijd. Stapte Oesie Marta. Die gaat alles regelen. En nu gaan we dus eventjes kijken naar en luisteren naar Remmen Los. Kijk, iedereen is hier. Allemaal aan de zijkant. Sowieso. Allemaal aan de zijkant. Yeah.
wilt u alles? Mama, goed was, goed was. Komt u? Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Maar hoe besta die manna? Besta die roba. Oké. Oké. Dus heb je nu besta die roba, hè? Besta die manna? Besta die manna? Besta die roba. Oké. DJ! Hé. Hij mag gedanst worden, Zie je? Onder rug toe is gek, goeie vibe, very nice. Ja, dat is gek, hop. Maar waar is dat feestje? In Rotterdam. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Zeg maar, waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Besta di mana, besta di Europa. Besta di mana, besta di Europa. Besta di mana, besta di Europa. Besta di mana. Samuel turun, kapan ada lo turun? Ego ya sih, sampai na beneda, sampai na beneda. Salah dames en heren in de house. We zijn er. Salah is er. Iedereen is er. Iedereen, Breukelen, Brooklyn aanwezig. De jarige ook aanwezig. Yuppie, cheers. Cheers, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En Jesus. Ook van harte gefeliciteerd. Dank je. Ja toch? Wanneer wie jarig is? Iedereen is jarig. Chaco, is het goed? Ben je nog klaar dan? Deze man. Nee, niet ik. Deze man. Alles goed? Ja. Doniek is er. Het feest kan beginnen. Hoe is het met jou? Goed, Saddam. Ik hoop dat het geluid goed is, maar mijn broertje is er ook, dus het feest kan beginnen. Drinken komt eraan. Let's go. Tot zo. Gelijk. Suavemente, besame. Te quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, besame. Suave,
Ik, even een berichtje van mij, ik heb lang niet meer even gepraat. Ik moet nu een drankje doen. The one and only. Verplicht. The one and only. Jordan Smith. En dit is een gin tonic. Gin tonic. Proost. Op u. Op jou. Op jou. Op jou. Ik mag geen u zeggen. Ik mag geen u zeggen, sorry. Daar gaat hij dan. En naar de Kali. Deze is gruwelijk. Oké, het is nu 9:15. Ik ben even in onze kleedkamer. Sorry, ik ben vloggen. Nee, ik word even gestoord. Sorry, maar ik word niet gestoord, want dat hoort allemaal bij. Iedereen werkt keihard aan deze hele mooie avond. Ik loop even door deze keuken. Excuses dat ik nog niet zoveel heb gevlogd of gefilmd. Of hoe de fuck dat ook heet. Maar maakt niet uit, we hebben gewoon gezellig hier. Op dit moment is DJ Jeff dus even druk bezig. Dus ik ga eventjes even naar hun kijken. Dus de loudness! Ik moet even Orangtiel filmen! Hi! Hier ook Orangtiel! Daar ook Chape! Iemand daar Chape! Yes, yes! Marie. Complex Bonurata. Oh, zo. In de huizen. Hey. Je gaat erin, hè? Ja, sowieso. Je gaat erin. In die boel zo manganto. Ah, joh. Yo, nato. Ook een manganto. Altijd happy. Boom Jeftes. Dit was echt zo manga. Ik ben blij. Ik voel me vereerd om jou te mogen aankondigen. Dit is de eerste keer, hè? Dit is de eerste keer dat ik jou mocht aankomen. Sowieso, ik ben altijd blij als ik Boom Jossie. Altijd blij. Ik ben altijd blij. Volg hem. Hier zie je nooit versnel zijn Insta. Ik denk hier links. Hier links, ja, sowieso. Ja, daar. Volg hem en dan komt het helemaal goed. Hé, hey, wacht even. Oi Dengar. Snap je? Oi Dengar. Het is 11:15, ik heb mijn spullen gepakt en we gaan nu, yes, de kok, sadaap. En we gaan nu afsluiten, de meeste mensen zijn nu al naar huis. En Jeftes, de kleedkamer is al open, hè? Wat zei ze? De kleedkamer is al open. De kleedkamer is open, ik pak mijn rugtas en ik ga terug naar Utara. Wat vond je van deze dag? Ik heb naar mijn gezin gehad, mensen waren leuk, in het begin een beetje stief. Maar de man is uit, Daar ging ze los. Katong Maju. Trus. Echt, yes, ja, toch? Met alles wat je doet, ik ben echt bang. Ik ben echt trots. Ja, toch? Samaat. We gaan nu even naar onze volgende. Ik ga niet zeggen talent, hij is gewoon professional. Miguel, wat vond je van deze goede vlog, hè? Ja. Of mag dat niet? Ja, dat denk ik zeker. Ik vind het heel gezellig. Veel mensen gezien die ik lang niet heb gezien. Ja. En ik was er wel een beetje laat, dus ik heb wel wat acts gemist. En ik heb de microfoon af en toe ook gemist. Hey! Grapje. Maar mensen gingen los, hè? Ja, mensen gingen los. Het was super gezellig en ik hoop tot de volgende editie. Yes. Miguel Cardel, je ziet nou even hieronder zie je zijn Instagram-account. Volg hem. Alsjeblieft, volg hem. Oezie, ik ga nog even deze Oezie, hè. Deze beste Oezie van mij. Eerste keer dat wij samen hebben gewerkt, soort van. Soort van wel, normaal is het met je broer. Ik voelde me echt veilig. Echt met waar? Jou. Ja. Heel fijn om met jou samen te werken. En ik hoop 20 augustus. Dan hebben we de volgende editie. Dus wees er snel bij. Maar we gaan nog meer toffe dingen samen doen. Zeker weten. Ja. Keep you posted. I love you, Oezie. Ja. I love you. Echt waar. Samaan. Echt Samaan. Alleen maar goede energie, alleen maar good vibes. Dus het is klaar. Tot de volgende keer. Dan moet ik alleen deze moet.
We did it. You did it. Ik vond het echt super fijn om met jou samen te werken. Ik vond het ook echt fijn om met jou samen te werken. Ik heb alleen maar lachende gezichten gezien. Wat vond je van deze hele dag? Ik vond het een hele geslagen dag, mag ik eerlijk zeggen. En ik vond de sfeer zo gezellig. Ja. Dat het maakt niet uit wat er gebeurde. Iedereen was gewoon heel de tijd blij. En dat is denk ik het belangrijkste aan zo'n dag. Ja. Gewoon een soort van met jouw eigen mens op die manier te zijn. Ja. Gezellig te lachen. Ja. Good vibes only. Ja. Gewoon. Ik ga naar huis, ik ga even nagenieten gewoon. Ja, echt. En ik ga deze vlog monteren. Dus bedankt voor alles, hè? Ja, jij ook bedankt voor alles. Samangat. Ja, Samangat. Good vibes. Only good vibes. Boudjas, hoe heeft u naar de zin gehad? Ik heb echt geweldig gehad. Vooral omdat ik ook met jullie heb gezien. Echt? Omdat ik jullie heb gezien. Met jullie heb gezien. Omdat ik met jullie heb gezien. Samen. Ik zeg ook eerlijk, ik ben ook gewoon een beetje mabbel. Boudjas, hij is niet host. Ik ben gewoon mezelf. Dus hij leidt heel de avond. Maar was Samangat. Ik ben trots op jullie, met alles wat jullie doen. Ik ben echt trots op met alles wat jullie doen. Dream Kansi Banya. En 20 augustus gaan we nog een keer. Amapati. Sowieso. Hatawano. Hatawano. Sowieso. Jangan lupa. Amato. Amato. We zitten nu dus in de taxi. En René is onze taxichauffeur. En die gaat ons gewoon veilig naar huis brengen. Het is vandaag een hele mooie dag. Ik ben echt kapot. Maar de Moluccan vibe die zat gewoon goed in. Mensen hebben gelachen, mensen hebben genoten. En dat is het allerbelangrijkste. Hallo, wil je nog een shout-out doen? Shout-out. Shout-out. Wil je nog een shout-out doen? Shout-out. Shout-out naar iedereen. Ik heb echt een leuke verjaardag gehad. Ik weet het, het gaat niet om mijn verjaardag, maar het was echt een gezoende. Moluccan vibe. Ja, yeah. Amen. Echt fijn. Te gek. Yeah. Oké, tot de volgende villa. Hallo Bangsa Maluku. En iedereen die kijkt, het is nu 11:15. Ik ben net thuis. Moluccan Vibes, eerste editie, was echt een succes. Het was een mooie dag, met zoveel mooie, goede artiesten. Ik noem er een paar, Maria de Lima, Rafa en Nani, Remmelos sowieso, Sipora voor. Wie nog meer? De Dance Act, Stefania, Timmy Sela, Noelle van der Voort en Tanate. Ik ben je naam vergeten, sorry, vergeef me als je dit, sorry, jouw voornaam ben ik vergeten. Maar gewoon, alles zat gewoon goed in elkaar. Cher, ik ben echt trots op jou, hoe je dit allemaal hebt aangepakt. Ik kan niet wachten, 20 augustus ben ik dus weer de host. Locatie komt nog, maar 20 augustus, zet datum alvast in jullie agenda. En dan gaan we daar gewoon weer los. Wat een fijne energie vandaag. Ik ben helemaal opgeladen. Ik ben blij dat Sammy Joe morgen nog een dagje vrij is. Vanwege studiedag. Dus ik kan nog even soort van uitslapen. Maar voor nu, lieve mensen, Trimacassie, het was echt. Misschien heb ik niet heel erg veel gefilmd. Ik had ook gewoon super druk. Maar voor al die mensen, organisatie, Moluccan Vibes, ik ben echt trots op jullie. Gewoon weer geflikt. 20 augustus doen we het gewoon nog een keer. Maar voor nu, love you all. Amato.